Hoe kijk je terug op die kortstondige samenwerking met Feyenoord? Als niet gelukt. Jij zou ook in een Feyenoord pyjama slapen, hoe zit dat? Nou, ik heb nooit geen pyjama aan, kan ik jou verzekeren. Dus wat dat betreft is dat onzin. Ik heb altijd gezegd, op een gegeven moment, van als iemand met mij een bak koffie wil drinken, is prima. Hij heeft mijn nummer, hij kan me bellen en dan gaan we gewoon een bak koffie drinken. Hans de Zeeuw, een nieuw voetbalseizoen staat voor de deur. Hoe staat FC Dordrecht op? Op zich goed. We hebben het uiteraard ook heel moeilijk. Zoals heel veel bedrijven. Dus het is hier ook wel heel lastig om dadelijk echt goed in te schatten van wat houden we nu echt over aan onze sponsors. Hè. Dat is, die zijn natuurlijk ook allemaal hard geraakt. En ik had vandaag ook nog eentje aan de lijn die bijvoorbeeld dan ook aangaf. Johans, ik heb niet opgezegd. Ik wil ook best wel blijven. Ja, alleen we zijn nu van 14 man terug naar 9. Ja, het is toch ook een beetje lullig om weer twee stoeltjes af te nemen. Dus dat zijn wel dingen, dat is gewoon lastig. En dat is nog heel moeilijk in te schatten. Maar je moet wel beleid maken, hoe moeilijk is dat? Nou ja, dat is gewoon heel moeilijk op dit ogenblik. Je werkt ook met een aantal scenario's van helemaal met publiek of gedeeltelijk met publiek of zonder publiek. Nou, dat zonder publiek is denk ik nu wel weggeëpt. Maar het is voor iedereen is het gewoon wachten. Als je kijkt naar onze sponsors, die zeggen, nou ja, het gaat wat aantrekken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld je nieuwe spelers, of als je nu dus gewoon in het hele voetbal kijkt, iedereen wacht af. En dat is wat je nu wel ziet. En dat duurt natuurlijk nog even, want we gaan pas weer eind augustus beginnen. Heel veel dingen staan gewoon op hold of in de wacht. En dat is heel lastig om dan beleid te maken. Ja, nu is het zo dat bijvoorbeeld de hoofdsponsor aan het einde van afgelopen seizoen zeg maar stopte. Ja. Heb je al een nieuwe hoofdsponsor? Nog niet. Met de nadruk op nog. Het is nog niet van de baan. Maar het wordt wel kort dag nu. En ik heb dus wel, we hebben nu wel afgesproken dat we binnen nu en 1 week wel duidelijkheid krijgen. En zo niet, dan zullen we moeten doorschakelen naar... Een nieuw plan, een plan B. Tijdens de coronacrisis hebben we heel veel mensen aan het woord gehad. Ja. Zelfs bij de KNVB vrezen ze dat er misschien clubs omvallen. Ja. Zou Dordrecht zo'n club kunnen zijn? Nee, zeker niet in het aankomend jaar door corona. Dat heb ik ook gewoon heel eerlijk gezegd. Het gaat niet gebeuren dat wij door deze vervelende crisis nu echt gaan omvallen. Dat gaat niet gebeuren. Wat doe je er allemaal aan om inderdaad te overleven? We hebben... Het is wel een hele begroting gemaakt waarin we zeggen van dat komt uit. En er zitten wat meer onzekerheden in dan in andere jaren. Iedereen weet wel ondertussen dat ik echt wel probeer om heel goed te begroten. En dat komt over het algemeen ook wel uit. Dat is nu wat meer onzeker. Ik laat de club niet vallen in deze tijd. Punt. Dat gaat niet gebeuren. Je bent dus in heel veel gesprekken met sponsors. Hoe verlopen vaak dan toch die gesprekken? Wel heel leuk en ontspannen, laat het ook duidelijk zijn. Je ziet toch ook wel dat mensen nu toch wel weer een beetje hoop hebben dat het allemaal een beetje achter de rug gaat komen. Ik bedoel, je moet er nog wel heel voorzichtig in zijn of er wel of geen tweede golf komt. Maar ja, iedereen is wel heel behoedzaam. Dus het is heel veel blijven praten met mensen. En er zijn er een aantal die al gewoon ja hebben gezegd. Er zijn er nog een aantal die zeggen, nou, we willen nog even 1 maandje wachten. En dat is gewoon op dit ogenblik een beetje dus aan mijn orde van de dag. Meer dan een half jaar geleden luidde jij de noodklok. Ja. Op het moment dat negatief nieuws van de gemeente kwam. Hè, geen nieuw stadion. Mm-hmm. Dat was een pijnlijk bericht wat jullie toen kregen. Toch zei je, we gaan verder en kijken of we er van alles kunnen maken. Hoe staat het er nu voor? Ik wil 1 ding wel even nuanceren. Ik werd toen de tijd ook ontzettend verrast door Stadium Consultancy, die dat had laten lekken aan de Telegraaf. Dat was hun onderzoek wat ze hebben gedaan. Maar natuurlijk is het gewoon heel zwaar als wij hier, als je nou gewoon kijkt, het is en blijft aan de ene kant heel knus, aan de andere kant het is ook heel knullig. En ik ben ervan overtuigd dat hier echt wat moet gebeuren, maar dat wordt er nu niet makkelijker op gemaakt. Maar als je nu kijkt in deze hele lastige periode, dan kan ik de gemeente ook wel begrijpen dat het op dit ogenblik dat echt een hele hoge prioriteit heeft. Ik denk echt dat er heel veel speelt hier ook in deze gemeente. En daar moet je ook gewoon ook een stukje begrip voor hebben, denk ik. Het is ook denk ik het kip en het ei verhaal. Hè? Als jullie goede resultaten gaan halen en mee gaan doen,
de Dordtse bevolking weer op de banken krijgen, ja, dan zullen ze misschien ook eerder instappen. Jawel, we hebben het gewoon sportief, hebben we het gewoon echt niet heel goed gedaan de afgelopen 2 jaar. En dat is echt een statement. En daarvoor ben ik ook eindverantwoordelijk, dat heb ik ook aangegeven. En we zijn wel, Harry en ik zijn wel heel erg nu hiermee bezig. Hij met dus de spelers, want ik heb geen verstand van voetbal. Dat is ook zo, heb ik ook nooit beweerd. Alleen ik ga wel over het financiële gedeelte. En Harry is er ook echt op gebrand om gewoon met leuk aanvallend voetbal zo hoog mogelijk te eindigen. Dus blijft hij ook trainen, want hij was interim trainer voor Claudio Braga. Was de technische man sinds vorig jaar, maar hij is dus volgend jaar ook trainer. Dat ligt in de lijn de verwachting. Dat heb ik ook al een keer eerder gezegd. Harry is nu op vakantie. Maar daar gaan we echt wel uitkomen. Daar ben ik wel van overtuigd. En dan zal hij een dubbelfunctie gaan bekleden? Ja, want we moeten dan wel op de centjes letten. Hè. Op een gegeven moment gewoon heel eerlijk. Er staat nu wel wat meer op het veld. Hopelijk. Hè. Dat is in ieder geval waar we nu ook op hebben ingezet. Maar voor de rest is het gewoon elke euro 7 keer omdraaien. En dat was vorig jaar 4 keer. En dat is nu 7 keer. Maar het is zoals het is. Toch hebben jullie je in 1 week tijd spectaculair versterkt met 8 nieuwe spelers. Ja. Met toch wel wat spelers van naam. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Harry. Gewoon heel simpel. Kijk, Harry heeft ze benaderd. En ik ben er financieel ook uitgekomen. Want anders hadden ze dus ook geen contract dus gegeven. Hè. Dus het is allemaal binnen de perken gebleven. Ik ben er heel tevreden over wat we tot nu toe hebben gedaan. Maar ik heb hier geen 1 speler gehad. Dat heb ik trouwens nooit gedaan hoor. Dus laat dat duidelijk zijn. Geen enkele speler van Feyenoord. Daar hadden jullie vorig jaar een samenwerkingsverband mee. Mm-hmm. Dat is helemaal onhold. Betekent dat jullie helemaal geen spelers meer van Feyenoord over zullen nemen? Daar heb ik ook geen idee over. Ook dat ligt bij Harry. Hè. Die heeft gewoon contact met zeg maar Feyenoord. Maar iedereen weet dat zeg maar Feyenoord nu zelf kampioen moet worden met hun onder 21. En daar hebben ze alles en iedereen denk ik hard voor nodig. Dus het ligt niet in de lijn dat wij nog wat gaan huren nu van Feyenoord het aankomende seizoen. Hoe kijk je terug op die kortstondige samenwerking met Feyenoord? Als niet gelukt. Dat is ook gewoon heel duidelijk. Daar hadden we hoge verwachtingen van. Dat was ook een afspraak die we hadden gemaakt met Martin van Geel en met Jan de Jong. Nou ja, toen we die handtekening hadden gezet was zeg maar binnen 1 maand waren ze alle 2 weg. Ja, en dat is gewoon jammer voor ons geweest. Want er stond veel meer in het contract en in de overeenkomst voor de zeg maar, aankomende jaren dan dat zo ze zijn gestart. En dat is gewoon onhold gezet. En ik heb al eerder, denk ik ook al heel eerlijk aangegeven, dat ik het ook wel kan begrijpen vanaf de kant van Feyenoord. Want die moeten ook verder en die moeten kampioen worden met onder 21. Die hebben toen de tijd een andere beslissing genomen en dat willen ze nu op een andere manier invullen. Nou, daar moet je alleen maar respect voor hebben. Je hebt ongetwijfeld het interview meegekregen dat Marco Bogers, voormalig technische man hier in Dordrecht, ja, deze week gaf. Die had het erover, toen ik hier was, wilden we ook al een keer met Feyenoord in zee. Na 5 minuten heb ik eigenlijk de stekker uit die gesprekken met Martin van Geel gehaald. Jij zou ook in een Feyenoord pyjama slapen, hoe zit dat? Nou, ik heb nooit geen pyjama aan, kan ik jou verzekeren. Dus wat dat betreft is dat onzin. Maar ik heb ook wel eens gezegd op een gegeven moment van, er hoeft niemand aan te twijfelen dat ik ben echt voor FC Dordrecht. Gewoon punt uit. En iedereen die daar zeg maar, echt anders over denkt, zit er gewoon naast. Ik ben FC Dordrecht. Ik ben er 24-7 mee bezig. En ik vind Feyenoord nog steeds een hartstikke mooie club. Ik kom er graag, dat zal ik ook nooit verbloemen. Maar ik ben en blijf voor FC Dordrecht. Anders had ik al lang hierop gestapt. En het feit dat hij vond dat je toch iets te gretig in dat samenwerkingsverband stapte? Nou, dat is. Ik kan het wel begrijpen vanaf zijn kant dat hij dat denkt. Alleen, kijk, als je op dat moment kijkt, het is heel dicht bij zeg maar hier. Als je verder kijkt, is het dan toch een hele grote club die ook niet speelt in die keukenkampioen-divisie. Ajax, PSV, AZ en Utrecht. Ja, dat was gewoon dus onmogelijk. Dus het was heel logisch. Het is gewoon heel logisch nagedacht. En dat heeft ook met beleid en visie te maken. Alleen, het is helaas, is het er niet van gekomen zoals we echt van tevoren hadden gehoopt. En dat is ook waar. En dan de pech dat je toevallig de verkeerde spelers had. Ik weet dat jullie bijvoorbeeld met Sinistera bezig waren. Voor hetzelfde geld was die hier. Ja, nou, je kent het verhaal. Je hebt ook goede voorbeelden gehad. Ja. Met Zwarts die hier gelopen heeft. Met Summerville die hier gelopen heeft. Precies. Je geeft Weerman het als huurling van Feyenoord hier slecht gedaan. Dus er waren ook goede voorbeelden. Ja. Maar hoe heb je verder naar toch dat interview gekeken waar er toch veel kritiek met name op het beleid kwam? Ja, dat is gewoon van Marco zelf. Ik bedoel,
Hij mag vinden wat hij vindt. Het is inderdaad al een aantal jaar verder. Geen 4, maar 3. Maar dat terzijde. En ja, dat is gewoon echt voor zijn konto. Hier wordt hard gewerkt met een hele leuke groep mensen. Daar ben ik ook super trots op. En we maken stappen. En helaas, door het hele virus, moeten we weer even een hele grote stap terug doen. Nou, dat is zo. En daar heeft iedereen last van. Maar jij herkent je niet in de woorden dat hij zei. Bijvoorbeeld dat er ook nooit transfers hebben plaatsgevonden in de tijd na hem, en et cetera, et cetera. Nee, dat is gewoon niet waar. Hè. We hebben, zeg maar, als je kijkt naar vorig jaar nog Seintje. Voor een heel mooi bedrag hebben we die verkocht. Als hij zo denkt, dat is gewoon voor zijn konto. En dat mag, daar heb ik geen enkel probleem mee. Moraal van het verhaal is dat hij eventueel wel nog wat wil doen. Een bak koffie met je drinken of eventueel adviseren. Staat die deur open? Ik heb altijd gezegd, op een gegeven moment, van als iemand met mij een bak koffie wil drinken, is prima. Hij heeft mijn nummer. Hij kan me bellen en dan gaan we gewoon een bak koffie drinken. En dat mag hier op de club en dat mag bij QLS, bij zijn hele mooie bedrijf. Want dat ziet er mooi uit. Geen enkel probleem mee. Wat dat betreft geen rancune richting hem? Dat heb ik nooit gehad. Nee. Hij maakte zich wel zorgen om de club. Is dat wel terecht? Nou, het is altijd wel terecht. Als je kijkt hoe wij er nu gewoon echt voor staan. We hebben het nu financieel hebben het gewoon heel goed op orde. Maar ik heb al eerder aangegeven van er zal iets hier moeten gebeuren met het hele stadion. Nou, dan helpt ook niet als hij aangeeft op een gegeven moment dat dus de gemeente dat niet moet doen. We zijn een aantal jaren verder. We hebben mooie stappen gemaakt. Alleen sportief was het gewoon ruk. Dat heb ik ook aangegeven. En dus nogmaals, dat is ook mijn verantwoordelijkheid. En we willen dan ons heel graag hierin echt gaan revancheren op het veld. En als dat gaat gebeuren, ben ik er ook van overtuigd. Ja, dan heb je ook weer meer supporters. Dan heb je ook weer meer leden in je businessclub. Dat is gewoon inderdaad het kip-en-ei verhaal. Wat moet er nog bij? Dat moet je ook aan Harry vragen. Maar hij heeft nog ingezet op 4 spelers erbij in ieder geval. Ja, geen samenwerkingsverband meer met Feyenoord. Nee. Maar jullie gaan mogelijk wel een ander samenwerkingsverband aan? Dat is wel de bedoeling. En wij hopen dat ook binnen nu en een week af te ronden. En dat zou dan met een andere eredivisieclub zijn? Ja. Je gaat de naam niet noemen. Nee. Dat hoeft ook niet. Maar als ik aan Harry van der Ham denk, dan denk ik aan FC Utrecht. Ja, dat zou ik ook denken als ik denk aan Harry van der Ham. Dan zou ik ook aan Utrecht denken. Maar ik ga echt niet in op namen nu. Het heeft ook geen zin. Gewoon even afwachten. Maar ook dit is beleid en visie. Want wij kunnen niet 14 of 15 spelers halen om op niveau te spelen. Dus wij hebben echt gezegd op een gegeven moment, laten we nou gewoon zorgen dat het gewoon sportief beter gaat dan wat we tot nu toe hebben gedaan in die afgelopen 2 jaar. En wij denken dat we dit op deze manier heel goed kunnen invullen. Natuurlijk kan je nog niet zien hoe die selectie er straks uitziet, maar ja. Jullie... Dat is ook aan Harry. Harry is in gesprek met hun TD om te kijken. Want dat is ook belangrijk in die overeenkomst. Vooral we die overeenkomst tekenen. Zullen we echt zeker moeten weten dat wij er echt op vooruit gaan op het veld. En dat is aan Harry en daar is hij hard mee bezig. Daar heb ik ook alle vertrouwen in. Je zei het al, we hebben met meerdere scenario's houden wij rekening mee. Ja. Er kwam goed nieuws vorige week uit Den Haag. Ja. Er mag in ieder geval wel weer met supporters gevoetbald gaan worden. Dat lijkt me ook hier wel wat makkelijker dan bijvoorbeeld in de Kuip. Tuurlijk. Hoe zie je het hier voor je? 1,5 meter samenleving voor de supporters? Ja, op een gegeven moment als je kijkt dat wij gemiddeld in de afgelopen 2 jaar, dan zeg ik altijd heel cynisch op papier, 1700 man hebben. Want er zitten al je seizoenkaarthouders zitten erin, maar die zullen niet hier altijd zijn. Dus ik denk als wij kijken dat we, voor aankomend seizoen zouden wij 1500 man hier op die 1,5 meter samenleving zouden we hier ongeveer kwijt kunnen. Dus het is wel passen en meten. Ook voor ons gewoon goed nadenken hoe we het gaan doen. Dat moeten we ook natuurlijk allemaal heel netjes aangeven. Maar ik denk wel dat we dat gaan fixen. En dan mondkapjes? Voor mij mogen ze allemaal met zo'n schapenkapje op zitten. Dus dat maakt het wel goed. Maar ik denk wel, maar dat is ook een beetje voortschrijdend inzicht. Je ziet wat er nu gebeurt. Het zou mij niet verbazen als in september misschien wel die 1,5 meter wordt losgelaten. Maar dan wel weer met mondkapjes. Maar dat is ook niet aan mij. Dat is aan de hoge heren in Den Haag. Maar ik zou het niet uitsluiten op voorhand. Feit is dat ze wel stil moeten zitten. Dat ze niet mogen juichen. Nou, ik hoop dat ze juist heel veel kunnen juichen. Dat is één. Maar ik denk dat iedereen ook wel een
klein beetje weet en beseft wat wel en niet kan in deze periode. En iedereen moet gewoon zijn echte verstand gewoon goed gebruiken hierin. En dan is er, denk ik, is er niet zoveel aan de hand.